Nou, goedenavond. Ik ben Dick Eckhout. Ik ben 50 jaar. Ik ben crimineel. Ik heb er van de 50 heb ik er 15 van in de gevangenis gezeten. Eenmaal 6 jaar en eenmaal 9 jaar achter elkaar. Ik ben alcoholist, ben ik. Zelfs nu nog. En wij waren met z'n 15e thuis. En de meesten die zijn ook allemaal verkeerd terechtgekomen. Ik weet niet of dat ik dat verhaal beter kan vertellen. Mijn stiefvader die was alcoholist. En ik werd thuis nogal veel geslagen. En, omdat het juist door zijn alcoholverslaving. En die man die heb ik het leven ontnomen. Toen was ik 13 jaar. Dus ik heb daar 3 jaar heb ik voor in een heropvoedingskamp gezeten. En als jullie vragen hebben, dan moeten jullie die stellen. Hè? Dus gelijk die jullie bij je opkomen, mag je gelijk vragen of wat dan ook. Je zei net dat u 15 jaar in de cel had gezeten. Ja. Wat heeft u toen gedaan? Ik heb 2 mensen van het leven beroofd. En ik heb voor wapenhandel gezeten. Dat is niet zo leuk. Dat is niet zo leuk. Als jij iets gedaan hebt en je kijkt in de spiegel, dan geloof ik toch niet dat je daar zo graag in kijkt. Ik walgde gewoon van mezelf. Want ik had 2 kansen toen. Ik had die jongens dood kunnen schieten en ik had ook weg kunnen gaan. Maar ja, ik heb het eerste gedaan. Waar heb je nou het meeste spijt van? Want... Ik heb nergens spijt van. Nee? Nee, helaas. Die is... daden die je hebt gedaan? Nee. Helaas dat ik dat moet zeggen, dat is me heel vaak gevraagd. Ik heb nergens geen spijt van gehad. Maar ja. Heb je er wel iets van geleerd? Ja, zuiver. Zuiver nooit, geen dag meer. Nog geen korrel heroïne, geen korrel cocaïne, geen dag op politiebureau, geen klap meer die ik uitdeel. Nee. Het is allemaal wel spannend, maar je gaat van het een ga je naar het ander, weet je wel. Het wordt steeds spannender, maar doe dat niet, weet je. En verschop je leven alsjeblieft niet. Ik kan het blijven zeggen, ik vind het zo zonde. Want ik zou jullie zo graag over 10 jaar weer hier willen zien. En hoeveel het er dan, ik hoop allemaal, dat jullie het gered hebben. Mede door Jezus. Maar ook door je eigen geloof. En door je eigen conclusies. En de eigen eigenschappen die je hebt. Wij willen graag afsluiten met het gebed. Is dat een goed idee? Ja? Heere God in de hemel, wij willen u danken dat u hier bij ons vanavond bent in de kelder en dat we met zoveel bij elkaar zijn. Met zoveel zijn we nog nooit geweest, heren. Geweldig. Heren, we zijn ook wel behoorlijk onder de indruk. We hebben 2 gasten, Teus en Dick, met een heel bijzonder verhaal. En nou, ik hoop dat we er allemaal wat van geleerd hebben. Ik in ieder geval wel, heren. Ik denk dat vanaf nu, als ik naar een café ga of bij iemand thuis zit, en ik zie veel drank, dan denk ik dat ik voor de rest van mijn leven altijd even aan Dick zal blijven denken. Ik vind deze wereld zo gemeen. Ik ga geen kinderen nemen, want dat doe ik ze niet aan. Iedereen slaat elkaar, iedereen heeft ruzie met elkaar. We waren overal oorlog. Ik ga mijn kind daar niet inzetten. Als ik zelf maar piepklein toen dat had ik dat al besloten. Adopteren wil ik wel, heb ik jaar later bedacht. Als ik nog eens een keertje de energie en de poen en alles ervoor heb, dan ga ik van alles en nog wat adopteren. Van plantjes tot dieren, tot bejaarden, kinderen, alcohol- en drugsverslaafden. Wat er maar voor het grijpen ligt. Dat adopteer ik dan gewoon. Een lekker groot huis ergens in de bossen waar ik ze allemaal in kan duwen. Plus mezelf natuurlijk, ik woon ook graag in het bos. Een lekker groot huis met een grote werkruimte erin en alles. Boot voor de deur. Allemaal een brommetje.
We hebben ook af en toe bejaarden die niemand meer hebben. Nou, kom maar gezellig bij de club wonen. De familie. Dieren, planten en allerlei soorten mensen. Kom erbij, gezellig. Hier zit je niet alleen. Maar zorgen wel voor je. Voor elkaar. Er zijn zoveel mensen en dieren die niemand hebben. Ja, als het een beetje loopt, krijg je misschien nog subsidie. Kan je gaan uitbreiden. Kan je nog een grote pand nemen om nog meer te adopteren. Nog een beetje personeel erbij. Voor de adoptezorg. Een beetje mazzel adopteren de hele wereld op de duur. Dat lijkt me wel wat. Maar ja, daar denk ik nog niet te veel aan natuurlijk. Ik ben nog met mezelf aan het adopteren nog steeds. Ik ben nog niet klaar mee. Nooit klaar mee. Maar goed.